Kinderen die slachtoffer zijn van seksueel geweld moeten in eerste instantie veiligheid en vertrouwen krijgen. De zorgcentra mogen zo'n kind niet meer loslaten of aan zijn lot overlaten. Maar dan moeten die centra wel voldoende personeel krijgen om kinderen te kunnen opvolgen. Ik praat daarover met Freya van den Bossen van Vooruit en vraag haar ook wat ze van de voorstellen vindt om ouders te sanctioneren die geen Nederlands willen leren. Freya van den Bossen van de Vooruit, fractie samen met een aantal collega's zijn er een paar pertinente vragen gesteld aan minister van Welzijn Hilde Krevits over ja, vooral de stijging van seksueel misbruik bij kinderen, maar bij hele jonge kinderen. Was u verbaasd daarover? Helaas niet. We weten dat er veel jongeren, ook kinderen, soms heel jonge kinderen, misbruikt worden. Vaak door mensen die ze eigenlijk goed kennen, die ze vertrouwen. Kinderen die vaak nog niet eens de leeftijd hebben om te begrijpen dat wat met hen gebeurt eigenlijk niet oké is. Ja, want we lezen bijvoorbeeld, meer dan 70% kent de daders. En dat zit vaak rechtstreeks in de familie, in de nabijheid. Dus je moet kinderen bijna niet zeggen, pas op voor vieze vreemde mannen die iets kunnen doen. Het zit vlakbij, dat is onrustwekkend. Ja, het zit vaak heel dichtbij. Hè? Hoe jonger het kind, hoe vaker je dat merkt. Dat in directe omgeving gebeurt. Heel vaak in het gezin zelf of in de familie iets uitgebreider. De vriendenkring, soms is een buur, maar echt vaak heel vlakbij. Ja, we weten dat u een aantal jaren geleden nog wat psychologie hebt bijgestudeerd. Als ik het zo simpel mag uitdrukken. Hebt u daar in de praktijk ervaring mee? Met slachtoffers, zo zeer jonge slachtoffers van dat soort geweld? Ja, je ziet die kinderen, hè, als je in de praktijk staat. Je ziet hen, je spreekt met hen. Je weet wat het met zo'n kind doet wanneer ze misbruikt is geworden. Bijvoorbeeld door een sportcoach of door iemand uit de directe familie. Kinderen worden niet altijd geloofd. En als ze wel geloofd worden, dan worden ze ook niet altijd geholpen. Dus het feit dat er steeds meer meldingen zijn, dat op zich is goed nieuws, denk ik. We zien tenminste wat er aan het gebeuren is. Hoe erg het ook is, dat is goed nieuws. Als je het weet, dan kan je er iets aan doen. Dan kan je zo'n kind in veiligheid brengen. Kan je het helpen nadien. Als je het niet weet, is dat kind verloren. En duurt het misbruik vaak jarenlang. De keren dat ik heb gehoord dat een misbruik jarenlang bleef voortduren, die zijn niet meer op één hand te tellen. Ja, en die komen ook niet meer over de brug waarschijnlijk. Want hoe moeilijk moet het niet zijn voor een kind, zeker voor een heel jong kind, om daar überhaupt iets over te kunnen vertellen en te worden geloofd? Ja, de eerste stap is, zo'n kind moet weten dat iets niet normaal is. En hoe weet je dat? Als je nog een jong kind bent, dan weet je niet wat wel en niet kan. En wat normaal is en wat niet normaal is. Want inderdaad. Blijkbaar seksueel misbruik is dan ogenschijnlijk normaal. Je merkt dan als kinderen in de puberteit komen en steeds meer leren over seksualiteit, dat ze dan soms pas beseffen dat wat hen is aangedaan niet oké was. Als er meldingen op nog jongere leeftijd gebeuren, is dat vaak omdat iemand uit de omgeving iets opmerkt. Maar een kind zelf weet niet altijd wat de norm is. En dus, ja, zo'n kinderen komen daar dan mee naar buiten. En dan verwacht je wel dat zij onmiddellijk geholpen worden en ook in veiligheid worden gebracht. Dat er met dat gezin, met die personen waar zorgwekkende dingen worden gebeuren, dat daar onmiddellijk iets mee gebeurt. Dat je ook inschat of zo'n kind daar wel kan blijven. Ja, als ik u goed begrepen heb, dan legde u daar ook sterk de nadruk op in het parlement van eerste prioriteit, absolute veiligheid voor dat kind. Absoluut. Je kan niet beginnen met zo'n trauma te verwerken als je terug moet keren naar de onveilige situatie diezelfde dag nog. Dat gaat niet. Dus als misbruik achter de rug ligt en je weet dat de situatie veilig is, kan je beginnen met de verwerking. Maar zolang je die mensen blijft ontmoeten, zolang zij misschien zelfs zorg dragen voor jou, jouw sportcoach zijn, jouw grootvader zijn, die zomaar in huis komt, wanneer die maar wil, dan kan je niet herstellen. Ja, want u zei het zelf ook, we mogen zo'n kinderen niet loslaten. Want eens ze dan hun pijnlijke melding hebben gedaan, moeten ze ook garanties krijgen dat ze echt geholpen worden, één op één. Hè? Kan dat? Vandaag gebeurt dat niet altijd. Hè? Dus de bedoeling zou moeten zijn dat iemand onmiddellijk daar is voor dat kind. Dat kind, eventueel dat gezin, die mensen daar rondom. En dat die daar blijft tot het kind in veiligheid is en alles heeft verwerkt. Wat nu soms gebeurt, is dat een kind niet of pas heel laat wordt opgevolgd door het Vertrouwenscentrum Kindermishandeling. Of dat, wanneer men daar toch inschat dat de situatie te zorgwekkend is, ouders werken niet mee aan een veilige oplossing, het parket wordt ingeschakeld en het Vertrouwenscentrum zegt, nu kunnen wij niks meer doen. Maar dan blijft dat kind helemaal alleen achter.
soms heel erg lang tot die rechtszaak voorkomt. Ja. En sommige kinderen worden dan geplaatst in een voorziening en andere worden gewoon terug naar huis gestuurd. Ja, en wat is dan eigenlijk het ergste, zou je kunnen zeggen? Ofwel terug naar huis worden gestuurd naar die onveilige situatie, ofwel geplaatst worden in een ander gezin, wat bijna als een straf zou kunnen worden ervaren. Je kan maar twee dingen doen. Ofwel maak je de situatie opnieuw veilig. En dat kan. Er zijn zeker gevallen waarin je ervoor kan zorgen dat dat kind veilig naar huis kan. Of dat kan niet. Maar dan moet je zorgen dat het kind ergens anders kan verblijven. Idealitair is dat bij mensen die het kind al kent en die tijdelijk zorg voor dat kind willen en kunnen dragen. Soms is dat ook in een voorziening. Maar ook dat is veel beter dan een kind terugsturen naar een misbruikssituatie. Ja, natuurlijk. Want op een bepaald moment houdt het op voor de begeleiding, voor het zorgsegment. En dan, ja, dan wordt het politioneel, dan wordt het parket, dan wordt het gerecht. Botst dat niet vaak met elkaar, die twee prioriteiten, zal ik maar zeggen? Ik vind het parket moet zijn werk kunnen doen en ik vind dat het parket ook sneller moet kunnen worden ingeschakeld dan vandaag. Soms blijft men heel lang werken in een soort van vrijwilligheid met ook daders, hè, binnen een gezin, vooraleer men overgaat tot doorsturen naar het parket. Het parket heeft daar al eerder opmerkingen over gemaakt. Zij willen sneller die dossiers krijgen. Maar ik vind dat dat niet mag betekenen dat het kind alleen wordt gelaten. Iemand moet bij dat kind blijven ondertussen. Want welke boodschap geef je anders aan zo'n kind? Je hebt de moed gevonden om over te komen praten. Wij zeggen jou, wat is gebeurd, had nooit mogen gebeuren, maar nu kunnen we niks meer voor je doen. Weg, ja. En dat vind ik niet aanvaardbaar. Ja. Nu, die vertrouwenscentra, dat betwist niemand, die leveren al goed werk. Er kunnen er misschien nog een paar bij komen. Maar hebben zij inderdaad voldoende mensen om, hè, wat u beschrijft, als een kind naar buiten komt, om dat kind ook echt goed te blijven opvolgen en soms jarenlang, want anders loopt dat of blijft dat risico lopen? Wel, in het vorige jaarverslag van het Vertrouwenscentrum staat heel duidelijk dat ze te weinig mensen hebben om alles te doen. Als er nu kinderen worden aangemeld, daarom niet eens na seksueel geweld, maar kinderen die mishandeld worden, waarvan men dat weet, aan dat Vertrouwenscentrum, dan sluiten zij heel vaak ook die begeleiding af na één of twee gesprekken. Dat is te snel en dat zou men niet doen mocht men de tijd hebben om langer met een gezin te werken. Dus ik pleit echt voor investeringen, heel specifiek voor mensen die kunnen werken met kinderen en gezinnen, te verzorgen dat situaties van veiligheid kunnen terugkeren in alle vormen van mishandeling. Oké. Ja, we zullen moeten zien hoe dat verder loopt, uiteraard. Misschien nog één dingetje, nu we het toch over kinderen hebben. We hoorden uw voorzitter Conor Rousseau plotseling met allerlei andere ideeën afkomen. We hadden eerst vorige week de discussie, Ben Weitz, ja, als de ouders geen Nederlands spreken en ze willen het niet, dan pakken we het kindergeld af. En nu horen we het ook weer een ander geluid van dat niet, maar we moeten toch ouders verplichten. Wat is er allemaal aan de hand binnen de partij, zal ik maar zeggen? Bent u het daarmee eens? Ik denk dat er twee boodschappen zijn en ik ben het met elk van die boodschappen eens. De ene is, van kindergeld blijf je af. Dat kindergeld is nodig om kinderen te laten groot worden zonder dat zij in armoede moeten leven, iets tekort komen. Kindergeld is een recht van het kind. Mm-hmm. We gaan het kind niet aanpakken, niet straffen. Wat vinden wij ook, tweede boodschap, dat het belangrijk is dat als je hier woont, dat je de taal spreekt om je kind te kunnen helpen. Je kan zo naar oudercontacten gaan om je kansen op een job te vergroten, om te kunnen spreken met de buren. Dus ik vind de kennis van Nederlands heel belangrijk en ik vind dat dat ook zeer emancipatorisch kan werken voor mensen die soms in moeilijke omstandigheden naar hier zijn gekomen. Maar dus moet je dan zover gaan om op het einde ook te straffen, te beboeten, te sanctioneren? Ik weet niet goed wat voor sanctie zoiets ooit zou kunnen inhouden, behalve neem kindergeld af, en dat willen wij niet doen. Hè. Maar moet je dat verwachten van mensen die hier wonen? Ja, dat denk ik wel. Je moet altijd de inspanning verwachten. De ene zal wat vlotter Nederlands spreken dan de andere. Maar die inspanning vind ik cruciaal en ik vind wel dat we die van iedereen moeten vragen. Oké, laten we het daarbij houden. En een voorzichtig antwoord van Freya van den Bossen op die toch wel moeilijke vraag van, ja, wat doe je met ouders die helaas geen Nederlands spreken? Tot de volgende keer.